Weet je wat hieronder zit? Topje. Moet je niet verklappen, hè? Oeh, dat weegt veel. Kaka. Dat is stront. Er zit haar aan. Wat is dat? Er zit een rups op. Er zit een worm op. Ah, kijk, hier. Ah ja. Er zit een worm op. Wil je eens proeven? Nee. Dat is Rieke. Ah, Rieke. Niks. Ik denk dat het uitwerpselen zijn van... een varkentje? Van een knauwdier waarschijnlijk. Ja, zoek wel. Welk knauwdier zou dat dan zijn? Sowieso een herbivoor, Pazuk. Nee? Patsy? Lijkt op rozijn. Ja. Ja, wel. Hè? Maar dan iets groter. Niet zo groot, zwart. Dus moet een klein dier zijn, maar ik kan... Een Tasmanian devil. Een pinguïn. Een muis. We zijn ons plannetje kwijt, dus we kunnen niet spieken. Een kikker. Een idee van welk beest dat is. Nee? Van hem. Ja. Nee, ik riek niks. Van de olifanten. Mm. Alles die giraffen. Een pinguïn. Een beer. Een wasbeer, denk ik. Een aap. Een koala. Van een struisvogel. Ik denk een olifant. Een olifant? Een koala. Het is toch kaka. Het is zeker kaka. Zover zijn we al. Een koala. Een konijnenkeutel? Nee, een konijnenkeutel niet. Taya, kom eens helpen. Koala. En de rol van de dag is deze van onze koalas. Een koala? Daar had ik niet op gekomen. De koala. Ik heb van de koala. Eeuw. Het speciale aan koalamest is dat deze heel erg droog is en ook klein. Dit komt omdat koalas planteneters zijn, maar ook omdat ze geen water drinken. Al het nodige vocht dat zij nodig hebben, halen zij uit de eucalyptus. Ik heb van de koala. Interessant, hè? Ja. Ja, hè? Ik krijg heel een dag stroom naar mijn kopjes meten op de weg, dan moet je er iets van kennen.